Een sobere stolpersteinenceremonie vond zondagmiddag plaats in de raadzaal van het stadhuis. Frits Ritmeester, Frits Spits van het bekende programma De Taalstaat NPO Nederland 1, hield een voordracht. Almelo, ik hoor mijn moeder die naam nog uitspreken. De naam van de stad die ik eigenlijk alleen maar ken van haar verhalen en van haar boeken. Verder nauwelijks. Ook niet Vroomshoop, waar haar vader koeien liet grazen en een slagerij had. Ik had me door haar verhalen er wel een voorstelling van gemaakt. Zeker van de omgeving van Vroomshoop. Die zou uitgestrekt moeten zijn. Ergens zou een kanaal moeten lopen. Landelijk. Maar toen ik op een vrijdag in oktober van dit jaar met eigen ogen zag hoe Almelo en Vroomshoop er nu uitzien, kreeg ik toch een heel andere indruk. Hebt u herinneringen aan uw grootouders? Totaal niet, want ik heb ze niet gekend. Ik ben van na de oorlog, ik ben geboren in 1948, dus ik heb ze nooit gekend. Maar ik ken ze uit verhalen natuurlijk wel. En daardoor blijven ze in leven? Ja, zo werkt het wel. Als je elkaar de verhalen van de overleden personen, of ze nu vermoord zijn of niet, maar de overleden personen doorvertelt, dat zal met uw ouders ook zijn, zo precies zijn, dan blijven ze in het hoofd aanwezig en je kunt ze af en toe wakker kussen met mooie verhalen. Loco-burgemeester Arjen Maathuis sprak een overdenking uit. En de leerlingen Merlène Echink en Fleur Weber, HAVO 5 Erasmus, lazen de namen op die op de stolpersteinen staan die dit jaar gelegd werden. Het waren er 13. Elion de Haas sprak in het Jiddisch het Yiskor, het gebed voor de zielenrust van overledenen uit. Hans Christian Krol, lid werkgroep Stolpersteinen Almelo, nam de aanwezigen mee op een reis door het oorlogsverleden van de Almeloze Joodse gemeenschap. Tragisch, maar ook weerbaar naar het heden, schetste hij aan de hand van foto's van het Almelo toen ter tijd. Meneer Mendel, deze ceremonie die ieder jaar plaatsvindt, zal die in de toekomst nog vaker plaatsvinden? Wij denken toch nog 2 jaar, er moeten nog ruim 50 stenen gelegd worden. En wij hopen in 2025 dat we het project kunnen afronden. Want wij worden als groep die dit leidt niet jonger op. En dan een vraag, in dit huidige tijdsgewicht, bent u niet bang dat die stenen vernield zullen worden? Nou, als je bang bent moet je niks doen, hè? Dus ik ben er niet bang voor. Ik hoop dat mensen het respect kunnen opbrengen dat dit gedenktekens zijn voor mensen die zijn vermoord en dat men dan dat met rust laat. Maar er wordt van alles vernield, dus dit kan ook. Maar bang zijn moet je niet. Dank u wel. Dank u wel.